Minister Armand Achaibersing van Financiën heeft zaterdag schriftelijk zijn ontslag ingediend bij president Chandrika Prasad Santokhi. Het ontslag is nog niet aanvaard door de president. In een vandaag uitgegeven statement wenst president Santokhi de Surinaamse gemeenschap aan te geven dat de minister van Financiën en Planning enige tijd geleden heeft aangegeven dat hij vanwege strikt persoonlijke redenen zijn portefeuille beschikbaar wenste te stellen. Uit respect voor de privacy en de persoonlijke omstandigheden van minister Achaibersing is met zorg omgegaan met deze kwestie. Het staatshoofd heeft aan minister Achaibersing aangegeven dat de brief met de meest urgente aandacht zal worden behandeld en dat er zeker begrip is voor de persoonlijke situatie van de minister. Omtrent het accepteren van het aangeboden ontslag is door de president nog geen besluit genomen, omdat met alle zorg en vanuit verschillende invalshoeken deze onvoorziene situatie goed overwogen moet worden. Ondertussen vraagt de regering dat een ieder de privéomstandigheden van de minister van Financiën en Planning respecteert en de verdere ontwikkelingen ter zake rustig afwacht.